dinsdag 5 mei werd in Haaksbergen de bevrijding groots gevierd. Om 1 uur arriveerde het bevrijdingsvuur dat de Haaksbergse estafettenlopers in Wageningen hadden opgehaald. Dit alles onder begeleiding van de Haaksbergse Harmonie. Beste mensen, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat jullie weer terug zijn in Haaksbergen. Gisteren zijn jullie vertrokken naar Wageningen. Jullie hebben iets bijzonders gedaan. Jullie hebben het vuur opgehaald en jullie zijn door de nacht gelopen. Na middernacht zijn jullie gestart en zijn jullie naar Haaksberg gelopen in estafettevorm. Met een groot aantal lopers steeds elkaar afwisselen. Een hele mooie sportieve prestatie die past bij Haaksbergen. Haaksbergen, iedereen is lid van een sportvereniging. Iedereen vindt het mooi om te sporten en te lopen. Veel dynamiek, maar ook die traditie. En die traditie is eens in de 5 jaar dat we hier het bevrijdingsvuur binnenhalen als een heel mooi moment op die bevrijdingsdag. En die bevrijdingsdag is nu 70 jaar. Dus 70 jaar geleden dat we bevrijd werden. Dat gaan we vanavond ook vieren in de Pancratiuskerk en op de markt. In de Pancratius krijgen we een projectkoor speciaal voor deze gelegenheid samengesteld met hele mooie muziekstukken. U bent van harte welkom allemaal. En daarna zal op de markt de Harmonie spelen. Een speciaal concert ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. En geweldig dat het bevrijdingsvuur hier is. Het brandt en ik ga graag samen met een van jullie het ontsteken bij het monument. En het college heet jullie ook van harte welkom aan u allemaal. Alle mensen heet jullie van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. En bij mij dan gaan we samen dat bevrijdingsvuur ontsteken. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur kregen de estafettenlopers nog een medaille als herinnering aan de tocht van Wageningen naar Haaksbergen.